De nieuwe Skoda Superb is een gevaarlijke auto. De Tsjechen hebben er zo hun best op gedaan dat hij best nog wel eens een bedreiging kan gaan vormen voor de luxere merken uit de Volkswagenstal. Strikt genomen is de Skoda Superb de Tsjechische tegenhanger van de Volkswagen Passat. Inmiddels zijn we toe aan generatie 3. Maar die is misschien wel iets te goed gelukt. Kijk nou toch eens. Hier staat geen Skoda meer, hier staat een limousine. Zowel van buiten als van binnen mag de nieuwe Superb gezien worden. En alleen de prijs doet nog denken aan de merkwaarde die we van de Tsjechen kennen. Al dit moois is er al vanaf net geen 28 mil. Skoda maakt deel uit van de Volkswagen Groep. Net als Seat, Audi en Porsche neemt de fabrikant binnen die merkenfamilie een eigen rol in. Dat was altijd die van een betaalbare, verstandige auto. Maar met de Superb tappen de Tsjechen uit een heel ander vaatje. De nieuwe Superb is ontworpen door dezelfde designer die ook de Bugatti Veyron op papier zette. En dat is nog altijd de snelste auto ter wereld. Daarmee geeft Skoda het signaal af dat deze nieuwe middenklasser niet alleen een auto is die je koopt met je verstand, maar vooral met je hart. Eens kijken of dat voor mij sneller gaat kloppen van zijn rij-eigenschappen. Dat hangt er maar net vanaf welke motor er onder de kap ligt. In Nederland zullen de diesels populair worden, aangezien die in aanmerking komen voor 20% bijtelling. De eenvoudigste zelfontbrander levert 120 pk. Dat is voldoende, maar met die krachtbron begeeft de Superb zich wel wat sullig door het verkeer. Gelukkig kun je ook kiezen voor versies met 150 of zelfs 190 pk. En dan moet het hoogtepunt nog komen. Er wordt namelijk gefluisterd dat in navolging van de Volkswagen Passat plug-in hybrid ook deze Superb leverbaar komt met een benzine- en een elektromotor. Maar die variant zal zeker nog 2 jaar op zich laten wachten. Het is opmerkelijk dat Skoda van moeder Volkswagen over zulke techniek mag beschikken. De Superb kan nu al worden uitgerust met een dode hoekassistent en een automatisch remsysteem. Zelfs zelfstandig filerijden behoort tot de mogelijkheden. Zaken die voorheen alleen waren voorbehouden aan de luxere merken uit het concern. Voor een middenklasser zit je best hoog achter het stuur. Mijn stoel staat nu in de laagste stand, maar ik had eigenlijk nog wel wat dieper willen zitten. En aan de meters op het dashboard kun je zien dat Skoda niet gewend is om in het hoogste prijssegment te opereren. Maar voor zulke details laat je de Superb zeker niet staan. De Duitsers lijken zich geen zorgen te maken over het feit dat Skoda met de Superb nog wel eens wat bestaande klanten zou kunnen gaan afsnoepen. Maar die kans is levensgroot aanwezig, omdat de auto niet alleen over een aantal vernieuwingen beschikt, maar ook over een aantal ijzersterke Skoda-merkwaarden. Een joekel van een kofferbak bijvoorbeeld. Overdadig veel been en hoofdruimte op de achterbank. En dan zijn er nog de kenmerkende slimmigheidjes. Deze rijke selectie aan stroompunten voor de achterpassagiers bijvoorbeeld. Waaronder een USB, een 12 volt en zelfs een volwaardig stopcontact. Of deze zaklamp in de kofferbak. En natuurlijk de paraplu in de deur. Met zijn fraaie uiterlijk, schone motoren en uitgebreide veiligheidsuitrusting kan de Skoda Superb zich voortaan meten met de duurdere concurrenten op de markt. De klanten van die fabrikanten zullen aangenaam verrast zijn door het praktische gebruiksgemak en het geringe prijskaartje van de Superb. En juist die combinatie maakt de Superb extra begeerlijk.